touwtje strak in handen, want we gaan alweer verder met wedstrijd nummer 1 van de eerste klasse van het programma. Dat is de oldtimer handversnelling. En zoals ik al eerder heb verteld, die NSU Quickly van de familie Houwink. Prachtige mooie machines, destijds niet gebouwd om mee te racen, maar meer voor het woon-werkverkeer natuurlijk. Kostte destijds 475 gulden nieuw in de winkel. En de energieën zijn uitgerust met slechts 2 afversnellingen. Originele cilindertjes zitten erop, maar vertel vader Houwink mij vanmorgen, maar er is wel een en ander aan gebeurd om het om er een beetje kracht in te krijgen. Ook hier ziet u Chris van Hoogmoed. Met het tyfoon aan de leiding. Hoogmoed ook een bekend man met de ontwikkeling van diverse snelle uitlaten. Welke ook uitermate geschikt zijn voor de lichte motoren natuurlijk. De Hoogmoed uitlaat, wel bekend bij Baansport Nederland. Met behulp van de koppeling de machine zoveel mogelijk in de toeren proberen te houden. Vijker Zelrucht heeft geen pk's meer aan boord aan het machientje heeft dit totaal niet meer. Maar misschien dat over 2 weken er een heel andere krachtbron onder is gehangen of in is gehangen. Je weet het maar nooit met deze mannen. Het zijn veelal altijd de techneuten die deze machines hebben. Ten einde met als overwinnaar Chris van Hoogmoed op de tyfoon.